Vandaag brengen we in Willem Wever een bezoek aan het Europese astronautencentrum in Keulen. Nathalie krijgt daar een unieke rondleiding van de enige echte André Kuipers. En ons reporter gaat op pad voor de actuele vraag van deze week. We zijn in Duitsland, in Keulen om precies te zijn. Ik sta hier naast Nathalie. Nathalie, wat is je vraag? Hoe leef je in de ruimte? 4, 3, 2, 1, and liftoff. Hoe denk je dat het is in de ruimte? Je zweeft, maar je kan niet vallen. En wat voor type moet je denk je zijn om astronaut te worden? Ja, je moet wel doorzettingsvermogen hebben. Dus dat je niet zo gauw bijvoorbeeld heimwee hebt of niet zo gauw bij ruzie meteen denkt van oh mijn god, ik heb geen zin meer. Maar als je zo'n ruimtereis maakt, dan ben je ook maanden van huis. Ja. Moet je ook je verkering missen. Ja, nou, als hij er niet mee kan leven, is het jammer voor hem, toch? Maar zijn meisjes wel geschikt om de ruimte in te gaan? Ja, weet ik niet. Misschien een beetje als bijrijders. Ja, volgens mij moeten we hier naar links, hoor. We zijn niet voor niets in Keulen, want hier is het Europees Astronautencentrum. En daar is onze Nederlandse trots André Kuipers aan het trainen. Aanmelden. Hebben ze een pas ja. Zie ik al. Danke. Het is heel bijzonder, want nog nooit eerder is een Nederlands cameraploeg hier binnen geweest. En wij zijn er. Alessandra, kom ze bitte. Hey, dit zijn ze. Alle Europese astronauten. Want we hebben natuurlijk André Kuipers, maar ook Wubbo Ockels. En een vrouw zie ik er te zangen. Ja, hoe zou dat komen? Dat als je ziet heel veel mannen en eigenlijk maar twee vrouwen ertussen. Ja, ik weet niet. Vrouwen is niet echt hun ding, denk ik. Het is meer make-up of op kantoor, denk ik, maar minder zulke dingen. Zou het iets voor jou zijn? Ja, zeker wel. Zou het toch wel leuk zijn als jouw foto hier zo... Ja. Toch? Hallo. This is Nathalie. Hi Nathalie, nice to meet you. Welcome to ESA, to the European Astronaut Center. Is André Kuipers er ook? Yes, I will take you now to ESA astronaut André Kuipers. Spannend. En spannend is het zeker. André Kuipers is dé astronaut van Nederland. En op dit moment woont en werkt hij voor 5 maanden in de ruimte. Hoewel hij voor vertrek nog heel hard moest trainen, wilde hij voor ons toch wat tijd vrijmaken. Hoi. Hoi, Nathalie. Aangenaam, André Kuipers. Hoi. Hey, André. Hey Wout. Dit is hem dan. Je bent er een beetje stil van. Beetje. Dit is onze zeg maar trainingsfaciliteit voor Europa. We trainen overal, hè? Dus Amerika, Rusland, Canada, Japan. Maar alles wat Europa bouwt, dat wordt hier getraind. Dat ziet er wel heel vet uit, hè? Ja, deze dingen allemaal. Ja, het is serieus. Wat zou erin zitten? Een soort van deel van die ISS nagebouwd. Ja, zeker. Dus ons vrachtschip, hè, dat koppelt aan het Russische deel van het ruimteschip. Dat is allemaal ware grootte. Echt? Dat is wel heel groot. Ja, dat zijn grote. Dat zijn denk ik, een vrachtschip, maar dat is een grote. Dat is als een dubbeldekkerbus. Maar jullie willen vast wel even rondkijken. Ja, zeker. Als je dat wil, dan moet je wel eventjes een werkpak aan, zeg maar. Een flightsuit. Dat zal ik jullie even geven. Hier heb ik 2 flightsuits. Die kunnen jullie even aantrekken, alsjeblieft. Zo. Tot zo. Tot zo. Straks krijgt Nathalie een bijzondere rondleiding door het ruimtestation en vertelt André alle ins en outs over het leven in de ruimte. Heb jij ook een vraag aan André Kuipers? Ga dan nu naar willemwever.nl. De 3 leukste vragen worden vanuit de ruimte beantwoord. Nu tijd voor de grote Willem Wever quiz. Hoi allemaal en welkom bij de grote Willem Wever quiz. De quiz waarin de 12 provincies strijden om de grote Willem Wever beker. En die beker die verdienen ze niet zomaar, want iedere week nemen 3 kinderen uit de provincie tegen elkaar op. En de winnaar... Die mag uiteindelijk de provincie vertegenwoordigen tijdens de grote finale. En alleen de beste provincies zitten in die finale. En vandaag is het tijd voor de provincie Zuid-Holland. Hallo dames. Hey. Hallo.
We hebben hier Tiara uit... Zoetermeer. Uit Zoetermeer. En Kiara uit... Rotterdam. En Floor uit... Floor uit. Nou, fijn dat jullie er zijn. Jullie hebben allemaal een bord gekregen. En thuis vullen jullie live het antwoord in en zien we wat het antwoord is. Zet hem op, dames. Dankjewel. Jullie zien hier Elvis Presley, ook wel de King of Rock'n'Roll genoemd. Elvis Presley was in de jaren 50 heel populair onder jongeren, maar toch werd Elvis door ouders wat minder populair gevonden, omdat hij een slechte invloed op kinderen zou hebben. Dames, de vraag aan jullie. Waarom vonden ouders dat Elvis Presley een slechte invloed op kinderen had? Was dat antwoord A, omdat hij een strafblad had? Antwoord B, hij danste te sexy? Of antwoord C, hij had zijn school niet afgemaakt? Voor 1 punt, de tijd is om. Wat hebben jullie opgeschreven? Tira, jij denkt dat hij zijn school niet had afgemaakt. Kiara antwoord B, hè? Ja. Hij danste te sexy. En jij, Floor, wat denk jij? B. Hoe vond jij hem dansen? Ja, een beetje vreemd. Beetje apart, hè? Nou, het goede antwoord is inderdaad antwoord B. Kiara en Floor, jullie krijgen allebei 1 punt. Je ouders vonden dat hij veel te sexy danste. En zelfs zo sexy dat hij in sommige staten in Amerika niet mocht optreden. En dat de politie zelfs kwam kijken of Elvis niet te sexy danste. Er zijn heel veel kolossale grote dieren op de wereld. Denk maar eens aan een nijlpaard of een giraf. Maar wat is het allergrootste dier wat ooit bestaan heeft? Is dat antwoord A, de dinosaurus? Antwoord B, de blauwe vinvis? Of antwoord C, de olifant? Jullie mogen nu opschrijven. Kom op, hè. De tijd is om. Draai de bordjes maar om. Tira, jij denkt dat dat de dinosaurus was. Kiara, jij denkt de blauwe vinvis. En Floor, jij denkt ook de dinosaurus. Ja, Kiara, je kijkt er heel zelfverzekerd bij. Ja. En het is ook helemaal goed, hoor. De grootste dinosaurus die ooit geleefd heeft, die was maar 17 meter lang. Dat was, moet ik even lezen, de Brachiosaurus. Het klinkt heel ingewikkeld. En de blauwe vinvis, die is veel groter. Die kan namelijk wel 33 meter lang worden. Goed gedaan, Kiara. Jij staat nu aan kop met 3 punten. En Tira, jij hebt nog geen punten, dus kom op, hebben we de volgende vraag. Ja, deze vraag die gaat over een man uit Canada, Jean Béliveau. En die is te voet, is die de hele wereld is die omgelopen. Zo'n 75.000 kilometer was dat. En de vraag is, hoeveel paar schoenen denken jullie dat hij versleten heeft tijdens die tocht? Jullie mogen een getal opschrijven. En degene die daar het dichtst bij komt, die krijgt de meeste punten. De tijd gaat nu in. Hoeveel paar schoenen? Meer dan 18, minder dan 18. Jullie mogen de bordjes omdraaien. Tira denkt 12. Kiara, jij denkt dat het er 81 zijn. En Floor, jij denkt 4 paar schoenen maar. Het goede antwoord moet zijn 54 schoenen. Dat betekent dat Tira er het dichtst bij zit en 3 punten krijgt. Daarna Floor, die krijgt 2 punten. En Kiara, jij krijgt 1 punt. Voor de volgende vraag gaan we even kijken naar een filmpje van professor Amito. Goed, Amito. Wat gaan we nu doen? Ah, kapot. Maar blaas nu nog eens een ballon op. En nu ga je deze ballon op dat kleine spijkerbedje hier drukken. Ja, wat denken jullie dat er gebeurt als je deze ballon op het spijkerbed legt voor 2 punten? Is dat antwoord A, de ballon knalt nog veel harder dan alleen maar met 1 spijker. Antwoord B, er komen 50 kleine gaatjes in de ballon en hij loopt heel langzaam leeg. Of antwoord C, de ballon blijft gewoon heel. Tijd gaat nu in. Tijd is om, draai de bordjes maar om, dames. Tira denkt antwoord B, Kiara C, Floor denkt ook antwoord D. We gaan even kijken naar het goede antwoord. Hé, hey, had je niet gedacht, hè? Kijk, als je met 1 spijker in die ballon prikt, ja, dan komt alle druk die je uitoefent op 1 punt terecht. Ah! Maar als je heel veel spijkers hebt, dan wordt de druk gelijkmatig verdeeld over al die spijkerpunten. En daardoor blijft hij heel. Heel goed, Kiara, je hebt hem goed.
Vlog! Hey, hey. Ik heb een hele mooie foto gemaakt. En aan jullie de vraag, kijk eens wat je op deze foto ziet. Schrijf maar op wat jij denkt wat het is. Als je het goed hebt, krijg je 3 punten. En de tijd is om. Draai de bordjes maar om. Tira denkt een kraan. Kiara, wat heb jij opgeschreven? Ook een kraan. Ook een kraan. En Floor? Water. Nee. Het moet namelijk zijn een blikje. Kijk maar even goed. Dit is het lipje van dat blikje waar je hem mee openmaakt. Geen punten helaas, maar wat wel grappig is om te weten is dat dat lipje op dat blikje er niet altijd op heeft gezeten. Want vroeger, heel vroeger, moest je een blikje frisdrank namelijk gewoon met een blikopener openmaken. Tot in 1959 een Amerikaan in het park was, die blikopener was vergeten. En die dacht, nou dat kan toch handiger. En toen heeft hij dat lipje uitgevonden. Dat betekent dat de winnaar van Zuid-Holland is geworden, Kiara! Yay! Heel goed gedaan. Jij krijgt sowieso het Willem Wever pakket en ja, Tira en Floor, jullie krijgen ook een Willem Wever tas. En als Zuid-Holland met de punten die jullie verzameld hebben straks voldoende punten heeft, dan zien we jou straks terug in de finale, Kiara. Oké. Dankjewel voor het meedoen en tot de volgende keer. Doei. Honden, katten, paarden, slangen, gieren, giraffen, pinguïns, dit is Willem Wever. Wekelijks gaan onze vaste reporters op onderzoek uit. Vandaag is dat Bram. Hey Bram, wat gaan we doen vandaag? Nou, ik heb net een stukje in de krant gelezen en daar gaat het over dat deze meneer, die had 2 zeehonden, die had hij als huisdieren en die zijn in beslag genomen. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd voor welke huisdieren je wel mag hebben en welke huisdieren je niet thuis mag hebben. Is er iemand thuis? Zo, dus dit is nou jullie huisdier? Ja, dit is Betsy. Ik neem aan dat hij normaal wel buiten loopt. Nee, ze loopt binnen. Ze woont hier. En wat doet hij nou allemaal voor bijzondere dingen? Ik zal een poot geven. Betsy poot. Geef je poot. Betsy is met verkeerde poot uit bed gestapt. Ja. Maar zijn er ook nadelen van een geit? Jazeker. Ze eet echt alles op wat ze tegenkomt. Volgens mij heb ik nog nooit een ander dier een kassabonnetje zien eten. Hij is aan het poepen. Dat doet ze soms ook hier binnen. De rest doet ze op de kattenbak. Doe je Betsy ook uitlaten? Ja, af en toe wel, als het mooi weer is. Nou, dit is echt een heel gek huisdier. Maar ik ben benieuwd of het nog gekker kan. Alle gekkigheid op een stokkie. Ik ga eens even bellen met het Landelijk Informatiecentrum Gezelschap Dieren. Want die schijnen te weten welke huisdieren je in Nederland wel mag hebben en welke huisdieren je in Nederland niet mag hebben. Met Ingeborg, de rol van het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren. Hallo, met Bram van Willem Wever. Hey Bram. Wat houdt het Landelijk Informatiecentrum Gezelschap Dieren nou eigenlijk in? Wij helpen mensen die een huisdier willen kopen door ze te vertellen waar ze op moeten letten. En we proberen mensen te helpen die een huisdier hebben door ze te vertellen hoe ze daar goed voor moeten zorgen. Dus dat is wat wij hier doen. Wat voor dieren mag je nou bijvoorbeeld wel hebben en welke weer niet? Oei, dat is een hele moeilijke vraag. Er is maar een heel kort lijstje van dieren die je gewoon echt niet mag houden als huisdier. Daar staat bijvoorbeeld de wasbeer op. Die mag dus gewoon echt niet gehouden worden. En verder wordt er al jaren gewerkt aan een lijst van dieren die je verder ook niet als huisdier mag houden. Maar die is er nog niet, dus eigenlijk mag je heel veel andere dieren wel houden. Maar soms zijn daar wel wat voorwaarden aan. Hè, bijvoorbeeld een tijger mag je wel houden, maar niet een tijger uit het wild. Dan moet hij al in gevangenschap geboren zijn. En als hij dan zelf kleine tijgertjes krijgt, dan mag je ze wel houden. Oh, kun je me anders dat lijstje even mailen? Zal ik jou een lijstje mailen van de dieren die echt gewoon niet mogen en de rest mag allemaal wel? Oké, dan ga ik die even sturen. Ja, dankjewel. Asje. Doei. Doei. Hoi, jij moet Bram zijn. Nee, ik ben Mario. Hallo. Bij welk dier zijn we nu? Nu zijn we bij de bruine beren. Oké, ik ga even kijken op mijn lijstje of die erop staat. Nee, hij staat er niet op. Wist u dat je een bruine beer als huisdier mag hebben? Nou, je mag hem wel hebben, maar ik vind het nou niet direct een huisdier. Nee, veiligheid gaat voorop. Ja, natuurlijk. En van de andere kant, zo'n dier is natuurlijk zo groot en zo sterk en eet zoveel. En die heeft ook wat, nou ja, wat meer begeleiding nodig als de hond en de kat natuurlijk, hè? Zijn ze tam of niet? Ja, ze zijn wel tam. Maar ze kunnen wel bijten. Dus deze dieren mag je wel als huisdier hebben? Ja, je mag ze wel als huisdier hebben, helaas.
Hoezo helaas? Nou, ik vind als je stokstaartjes, je moet niet één stokstaartje hebben. Stokstaartjes zijn uitgesproken familiedieren. Die willen met een heleboel bij elkaar wonen. En je ziet, het is een heel... Overal mijngaten. Ja, een heel rommelig verblijf. Ja. Maar dit wil je toch thuis niet in je kamer hebben? Ja, jij misschien wel. Maar... Nee, liever niet. En daarbij ook nog, kijk, hier is het open lucht. Maar als je ze thuis in je kamer hebt, ze stinken. Wow, hoe kan dat nou? Giraffen mag je gewoon als huisdier hebben? In principe wel, ja. Maar dat kan toch helemaal niet? Ja, het is wel zo dat je giraffen inderdaad... als particulier mag houden. Oeh, ik wil een giraf in mijn tuin. Nou, ik zou het niet doen. Want kijk, wat je hier ziet, de giraf is ook weer een dier wat behoefte heeft aan andere dieren. Je ziet hem hier met zebra's, watoesirunderen, elandantilopen. En die, dat is allemaal ook gezelschap voor de andere dieren. Maar moet je die giraffen en zebra's niet dan uitlaten als je hem als huisdier hebt? Nou, je hebt natuurlijk een binnen- en een buitenverblijf nodig. En wat voor verzorging hebben ze dan allemaal nodig? Nou, de giraf die moet het hele jaar door verse blaadjes hebben. Heb jij die thuis? In de winter denk ik niet. Nee, nou, dat weet ik wel zeker. Ja. En als je ze hebt, dan heb je in ieder geval de verkeerde blaadjes. Maar die vriezen wij weer in. En dan in de winter, als er geen vers blad is, dan halen we uit de diepvries vers blad en dan krijgen ze dat weer. Kun je hem goed zindelijk maken of duurt dat wel... Hoe lang duurt dat? Ik denk dat ze nooit zindelijk worden. Ze poepen waar ze staan. Zou je dit dier als huisdier mogen? Kijk eens op je lijst. Hij staat er niet op, dus je mag hem hebben. Ja, dan heb je gelijk als je niet op de lijst. Maar eet 150 kilo per dag. Dus poept ook 150 kilo per dag. We hebben hier 6 olifanten. En 6 keer 150, reken er snel uit. Dat is 900 kilo. Per dag. Dus wat hij eet en wat het kost. En om dat goed te verzorgen. Dat is niet normaal. Hey, de makies. Jip. Primaten, apen en halfapen. Ja, klopt. Zijn dit halfapen? Ja, dit zijn halfapen. Het zijn wel hele apen, maar het zijn halfapen. Half. En die mag je dus niet hebben. Oh, wat zijn ze lief. Dus ik zou er echt geen één mogen, please? Zou je het echt willen? Ja. En ook dan nadenken wat er gebeurt? Wat zou er dan gebeuren? Maar eigenlijk heb je dan een heel ongelukkig aapje. Oh ja, dan snap ik het wel. Ja, dus... Ja. Dus dat doen we maar niet, hè? Nee. We laten ze maar rustig met de familie allemaal bij elkaar. Ben jij nou benieuwd over welke huisdieren je nou echt niet mag houden? Kijk dan op willemwever.nl. Doei! We zijn terug in Keulen. We zijn te gast bij de bekendste astronaut van Nederland, André Kuipers. Nathalie wil weten hoe het is om te leven in de ruimte. En daarom krijgt ze van André een unieke rondleiding door het internationaal ruimtestation dat in Keulen op ware grootte is nagebouwd. Zo, dan komen we hier binnen. In de Node 2, zoals we dat willen noemen. Hier, leven we. Dit zijn de bedden. Dat zijn deze dingen. En je ziet, ze kunnen dus ook aan het plafond slapen. Kun je ze laten zien? Want hoe lig je dan precies? Nou, je ligt niet, want er is geen zwaartekracht. Dus het maakt niet uit. Hè? Je hebt geen onder en boven. Dus je hangt. Waar slaap je dan staand? Nou, je staat niet. Nee, maar hoe lig je inderdaad, je slaapt, vergeleken met wat je de vloer zou noemen. Slaap je rechtop. Wil je verticaal. Even? Ja, probeer het eens. Wel leuk, hè? Als je dan zweet. Moet je hier je armen doorheen doen? En dan kan je hem dichter, kan je hem dichtmaken. Je kan zelf bepalen of je de banden om je heen doet, zodat je een wat vaster gevoel hebt, zeg maar. Hoe denk je dat slaapt, Nathalie? Ja, vreemd, want ja, als je een lekker bed hebt, weet je, dan ligt dan ook wel heel lekker. Maar als je zweeft, dan... Ik denk wel dat je het merkt in je slaap. Waarom hangen al die dingen aan klittenband? Alles zweeft. Je bent heel snel dingen kwijt. Je bent gewend om dingen even neer te leggen op een tafel of zo. Of iets gewoon naast je neer te zetten. Dat lukt dus niet. In het begin doe je dat wel en dan ben je dus dingen gewoon kwijt. Daarom hebben ze overal klittenband.
Wil ga je ook naar de wc of zo? Nou, dat is een van de dingen die echt opgelost moesten worden in de ruimte. Alles zou gaan zweven. Dus wat je moet doen, dat is zeg maar gewicht nabootsen. En dat doe je met een luchtstroom. Dus je moet zeg maar eerst een stofzuiger aanzetten. Je hebt een speciale slang om in te plassen. En een toiletpot. Maar je moet dus die stofzuiger zeg maar aanzetten. Zodat dat trouwens vergeten. Ja. Ja, wat er dus ontstaat is een grote gele bobbel. Ja. Uh-oh, dat is niet goed. Dan moet je heel voorzichtig zijn, want zodra je dat gaat bewegen, dan worden het allemaal kleine bobbeltjes en dan wordt het natuurlijk een puinhoop. De urine, en dat is interessant, die wordt in een ander systeem opgevangen en daar wordt weer drinkwater uitgemaakt. Dus we maken weer water uit het zweet van het sporten, uitademingsvocht en urine. Dat wordt allemaal verzameld. Ja, dat je denkt van, ik drink mijn plas. Ja, daar komt het wel op neer. Niet alleen je eigen plas, maar ook van je collega's. Had je in het begin niet dat je daar misselijk van werd en als je dat ging... Nee, het is gewoon water. Proeft het ook niet anders? Nee, het smaakt uitstekend. I'm gonna send it to outer space. Vrije tijd. Ja, wat doe je in vrije tijd? Eigenlijk dezelfde dingen die iedereen doet in zijn vrije tijd. Sporten. TV kijken. TV kijken. Zeker goede internetverbinding. We hebben internetverbinding. Maar het moet allemaal via satellieten enzovoort. Wat heb je zelf ook kinderen? Ja. Hoe oud zijn die? 3, 5, 19 en 20. Dus als je dan in de ruimte zit, hoe kun je die dan die missen? Ja, nou, ik kan e-mailen, ik kan ze bellen. We kunnen gewoon via de telefoon aan bellen. Als ze satellietverbinding hebben, het is niet de hele tijd. En één keer per week hebben we tweezijdige beeldverbinding. Dus dan kan ik ze gewoon ook zien thuis en omgekeerd. Is dat gewoon een soort Skype dan? Ja, komt een beetje op neer. Ja. I'm gonna send it to outer space to find another. We krijgen dit soort dozen naar boven met eten erin. En dat moet een jaar goed blijven. Hier space food, puree van witte bonen. Zijn dat dropjes of? Dat is brood. Brood? Ja. Dit is brood? Dit zijn stukjes brood, ja. Die kun je ook warm maken. Maar wat voor lekkers wat jij heel lekker vindt, kun je straks niet eten in de ruimte? Ik neem bijvoorbeeld stroopwafels mee. Maar ja, die blijven niet een jaar goed. Wat mis je nou eigenlijk het meest als je zo lang weg bent? Bij kinderen natuurlijk, want ik heb kleine kinderen die veranderen heel snel. Maar persoonlijk, zeg maar voor mezelf, denk ik dat ik het meest een douche zal missen. Want we hebben geen douche aan boord. Hoe word je dan schoon? Ja, dat is hoe dus... Hoe denk jij dat het gaat? Ja, ik weet eigenlijk niet. Misschien met iets wat vochtig is afwassen. Of gewoon niet. Ja, nou ja. Heb je over na een half jaar al, god, ik uit mezelf. Ja, hoe gaat dat? Ja, met vochtige doekjes. Hoe lang ga je nu? Ja, zeg maar zo'n maand of 5. Hoe lijkt je dat om 5 maanden hier te wonen? Ja, het is wel lang, maar uiteindelijk dan leef je gewoon alsof je thuis leeft. Dan is alles gewoon normaal voor je. Dus lijkt me ook wel heel leuk hoor. Je kan wel veel doen. Ja, maar 5 maanden? Dat is wel heel lang. In gewichtsloosheid is het dus veel makkelijker, hè? Want dan zweef je naar binnen toe. Lukt het? Lukt het? Ja. Ik ga er wat onhandig doorheen. Zo. Waar zit het nu? We zitten nu in de ATV. En dat is de Automated Transfer Vehicle. Dat is dus een Europees vrachtschip dat af en toe naar het ruimtestation toe komt met voorraden. Toen blijft hij een half jaar aan ons vastzitten. Dus dan hebben we een extra ruimte met allemaal voorraden. Zou je dan niet gewoon kunnen zeggen van dat iedere week dit ding even langskomt om wat eten en water? En dat lijkt mij veel prettiger, toch? Dan kan je ook lekkere dingen eten. Het probleem is alleen dat het natuurlijk ontzettend duur is. Maar als ik nou zeg van, ik vind het zo hip, ik word nu astronaut, wat moet ik dan doen? Ja, de belangrijkste eigenschappen voor jezelf, dat is doorzettingsvermogen, motivatie, geduld, want het gaat heel lang duren. Ja. Dan moet je een wetenschappelijk technisch vak kiezen. Maar dat kan een heleboel zijn. Hè? Dat kan biologie zijn, het kan elektrotechniek zijn. Of je kan, piloot worden. Nou, wat beroep zat je nu aan te denken? Binnenhuisarchitect. Dat zou interessant zijn om een ruimteschip uit te rusten. Maar om een astronaut te worden, wordt misschien wat lastig. Maar er is niet een soort astronautenopleiding? Nee, die is er niet. Nee, die begint pas als je geselecteerd bent. En als jullie ooit nog een binnenhuisarchitect zoeken voor aan boord, dan kun je bij haar terecht. Oké, houden we in gedachten.
Succes, misschien zie ik je als collega in de toekomst. Ja. Heb jij ook een vraag voor Willem Wever? Ga dan nu naar willemwever.nl.